toen hebben we wel een goeie gelaag natuurlijk. Maar dit soort kwajongensstreken was maar klein bier. Toen de para's bij het uitdelen van voedsel met stenen bekogeld werden, gooiden ze eerst terug. Maar sommigen gingen verder. Ik ken er een paar, die zijn zo achterin gegaan. En die hebben die ongelooflijk slaag gegeven. Maar dat is zo meer dan je frustraties. Die komen dan allemaal op dat moment naar boven en je werkt er dan uit. Hè. Want er zijn negers doodgeslagen geweest ook. Ik denk, het kan zijn dat er is doodgeslagen, maar dat werd stilgezwegen dan. Maar je liet dat gewoon liggen, hè, als er een dode was. Ja. Toen de eerste Somaliër door een Belg was neergeschoten, heeft de betrokken militair daar heel wat last mee gehad. In het begin werd er dan ook goed nagedacht voor men de trekker overhaalde. Maar op het einde schoten de Belgen ook zonder dat zij beschoten waren. Dus als ze wapens hadden op het laatste, dan schiet je, ja, geven ze niet af, dan schiet je om te raken. Hè. Vooral heel op het laatste werd er, ja, gewoon, ja, er is een bij wapen, hup. Dan werd er direct geknald. Hè. Er waren geruchten van een Waalse scherpschutter die al een dertigtal trofeeën, zal ik maar zeggen, binnen het. De Belgische para's maken deel uit van een internationale troepenmacht in Somalië, de zogenaamde UNOSOM-troepen. De manschappen die daaraan deelnemen worden geregeld afgelost. Zo zijn dit weekend de laatste Belgische soldaten van UNOSOM 2 naar huis teruggekeerd. Ze worden vervangen door UNOSOM 3, dat zijn vooral para's van het 3e bataljon in Tiele. De volgende beelden werden in Somalië gemaakt naar aanleiding van die aflossing. De waarheid over de Belgische blauwhelmen in Somalië heeft misschien wel vele gezichten. Zoals dit. Of dit. De wantrouwcontroles door de Belgen gebeuren soms hardhandig of vernederend tot groot ongenoegen van de Somali's. Good, no. Yeah, yesterday he says when he was in this road, just they push him like that and they put him like. Did you do something before? No. What has he been doing? This is nothing. Don't like the Belgian troops? Most of the Belgian troops they are okay, but some of them they did something like that. C'est vrai qu'il y a peut-être eu des abus, ou voire même des brutalités, mais c'est vrai aussi que nous avons un auditeur militaire qui poursuit, et qui poursuit systématiquement dès qu'il y a infraction au code pénal. S'il y a faute, il y aura sanction. Et s'il y a faute, il y aura sanction, que ce soit ici ou que ce soit en Belgique. Dat er misbruiken zijn, staat dus vast. En klachten worden eerst onderzocht door de krijgsauditeur ter plaatse. Van 30 dossiers is 2/3 geseponeerd. Blijven dus een tiental gevallen van mogelijk grof wangedrag. Il y a eu un problème, enfin en tout cas une dénonciation de torture à l'aide d'un exploseur de dynamite. Donc ce sont des chocs électriques. Il semblerait, l'ayant testé moi-même, ce sont des chocs minimes, mais quand même tout à fait désagréables et en tout cas interdits. Spijtige misdragingen van over het algemeen onberispelijke militairen. Dat is de hoofdtoon in de reacties van de bevelvoerende officieren. Il faut avoir le courage de reconnaître que des erreurs sont commises, c'est tout à fait évident. Je crois que c'est normal, malheureusement normal, dans une communauté de 850 bons hommes qui travaillent quand même pendant 4 mois dans des conditions excessivement difficiles, sous une tension quasi permanente. En er wordt nog genuanceerd. Somali's zouden verhalen fel overdrijven, zelfs verdraaien, zoals dat van een jongen die het op een brug op een lopen zet nadat hij Belgen met stenen bekogeld had. Hij loopt naar het midden van de brug, hij springt over de boord en springt midden in de djouba.
Een van de soldaten die erbij staat, die heeft de tegenwoordigheid van geest van te denken, verdorie, het zit hier vol met krokodillen, want een paar dagen ervoor was er nog een Somaliër gegrepen geweest door de krokodillen. Dus die loopt naar het midden van de brug en het is een scherpschutter, heeft zijn wapen mee en hij begint door zijn kijker in het water te kijken om te proberen, moest er iets gebeuren om tussen te komen. Ondertussen gaan de andere mannen langs de kant van het water gaan staan om eventueel de kleine eruit te halen, wat niet nodig was, want het was een goede zwemmer. Nu, hij kruipt er dus uit en hij verdwijnt en we horen daar niks meer van, tot een half uur later, groot probleem, want de Belgen hebben terug de kleine in de Juba gegooid. En toch, ongelukken of niet, er vallen doden. En als vastgesteld is dat Belgen voor het overlijden verantwoordelijk zijn, wordt het sterfgeval vergoed. Dat is zo praktisch geregeld. Il y a les compensations donc en termes de chameau. Finalement, nous avons pu trancher pour établir la valeur d'un homme, enfin la valeur entre guillemets bien entendu d'un homme, $250 pour un homme, moitié pour une femme. Et alors pour une jeune fille de moins de 14 ans, ça c'est à convenir, ça n'a pas une très grande valeur ici. UNOSOM betaalt. Volgens de UNO verantwoordelijke voor de humanitaire operatie in Somalië hebben de Belgen alvast niets om zich over te schamen. Uit de getuigenissen van de para's gisteren lijkt dat wel anders, maar zoals gezegd, de waarheid heeft allicht vele gezichten.